Ja, de heer Gadelito Joachim is aangehouden. En waarvan wordt hij verdacht? Hij wordt verdacht van onder meer medeplegen, handeling in strijd met de anticorruptiewet en medepleging ambtsverduistering. Kunt u daar iets concreter op ingaan? Gezien het onderzoek kan ik nu niet in details gaan daarover. Oké. Zijn er meerdere aanhoudingen hieromtrent verricht? Ja, er zijn 7 personen aangehouden, waarvan er personen in Suriname zijn aangehouden en op verhoord en ook in Nederland. Worden deze personen ook van dezelfde feiten verdacht? Onder andere, ja. Oké. Wanneer zouden deze handelingen gepleegd zijn? Deze handelingen zijn gepleegd in de periode 2015-2020. Maar het is een lange tijdspanne en jullie zijn er al eerder mee begonnen of heeft deze zaak een tijdje gerust? Dus vanwege de omvangrijk en de complexiteit van deze zaak is het vooronderzoek, dus het gerechtelijk vooronderzoek, gesplitst in een aantal deelonderzoeken. En vandaar dat het zoveel tijd vereist. Oké, de heer Kiwaki is nu aangehouden. Is hij al voorgeleid bij de rechtercommissaris? Ja, hij is al voorgelegd. Hij heeft ook dagvaard in deze zaak. En is al bekend wanneer de zaak voor de rechter komt? 26 april. 26 april.